klein beetje in de spotlight, maar dat komt omdat ik in de showroom sta van zus. Echt heel leuk, maar voor het eerst heeft zus een kerstcollectie. En het is fantastisch. Het zijn super mooie teksten, hele mooie accessoires, mooie oorbelletjes, leuke jurkjes voor het kerstdiner. Maar ook kerstballen voor de boom. Nou, ik ga het je even een beetje laten zien. Dit zijn dus de kussens die je dus gezellig neer kan zetten op de bank. Ik zie dat helemaal voor me. Dat als je een kerstdiner geeft, dat dit dan allemaal zo gezellig staat. Met het hartje die een beetje glimt. Op de achterkant, kijk. Die sterretjes. En deze vind ik ook heel erg leuk. Met een mooie tekst erop. Leuk, hè? Hier zie je alle kerstoorbelletjes liggen. Echt zo ontzettend leuk. Ik heb die gouden met zwart die daarachter deze heb ik in. Echt fantastisch. Dat maakt je kerstoutfit helemaal af. En je hebt ook nog hele leuke armbandjes. Kijk nou. In de collectie zitten ook een aantal mooie jurken. Deze bijvoorbeeld met het leuke glittervestje. Maar je hebt hem ook in het groen. Wat ik zelf dus nog mooier vind. Daar zie je de glitter zo goed uitkomen. En dat dan gecombineerd met die oorbellen. Ja. Je bent dan helemaal kerstproof. Ik heb even de kerstballen uit de doos gepakt. Zodat ik ze even goed kan voelen en goed kan zien. Maar ze zijn zo mooi. Ze hebben een beetje een matte uitstraling. En er staan hele leuke tekstjes op. Hier staat op geniet van de dingen. Maar er is ook een witte bal. En daar staat bijvoorbeeld op lach. En ik zag er net ook eentje met geniet. Leuk, hè? En ben je nog lekker van het ouderwets kaartje sturen, dan heeft zus dit jaar ook fantastische kerstkaart in de collectie. Deze is met lieve kerstgroet. En ik zal die andere ook eventjes pakken om te laten zien. Ik heb ze even naast me gelegd. Maar je hebt een zwarte kerstkaart. Leuk! En heel leuk mens, weet je dat ik jou het allerbeste wens. En wie mij een beetje kent, weet dat ik heel erg dol ben op tafeldekken. Dus deze kerstservetten vind ik fantastisch. Eentje met kerstkus en eentje ook weer met een heel leuk kerstgedichtje. En allemaal met een goud kleurtje. Hier kan ik het kerstmagazine iets beter aan jullie laten zien, want het licht is mooier. En toen zag ik gewoon dat hier de kerstslingers hangen. Dit is dus het kerstmagazine, December Special 2019. Met hele mooie foto's van Leonie. En Leonie is de fotograaf van zus. En ook weer prachtig vormgegeven met mooie quotes, mooie kleuren. En alle items worden heel mooi uitgelicht. Hier gaat het over het zussenboek. Dat kon je zien in de vorige vlog. Nou, hier zie je de kerstjurkjes en alle accessoires. Alle mooie feestartikelen om een kerstsfeer in huis te creëren. Met ook hier de kerstballen die ik jullie net liet zien. Zo tof. Mooie kaarsen en inspiratiebeeld hoe je de tafel kan dekken. Vind ik zelf namelijk heel tof, want ik hou van tafeldekken. Maar het is ook wel grappig, want ze hebben ook bijvoorbeeld tips in staan hoe je kerststress tegen kan gaan. En op zus.nl/kerstrecepten staan bijvoorbeeld ook hele lekkere kerstsnacks. Dat vind ik ook een hele goede tip. Ja, het is een heel mooi magazine geworden. Waarbij je alle producten goed kunt zien. De achterkant, kijk nou, is toch ook te leuk. Rachel is nu in een winkel in Apollo, dus bij deze ga ik de vlog overgeven aan haar, want dan kan ze alles even goed laten zien. Hi Jorian, ik neem het vandaag van jou over. Ik ben namelijk in Elburg bij de winkel Apollo en ik mag hier de etalage vandaag doen. Ze hebben superveel leuke kerstzusproducten. Ga je met me mee?
ik hoor kerstmuziek. Zijn jullie de kerstboom aan het optuigen of zo? Ja hoor! Wat gezellig! Ik ga deze kerstgezelligheid even verlaten. Volgens mij hebben jullie een goed beeld gekregen van alle leuke kerstitems van Zus. Jullie kunnen het online verkrijgen bij zus.nl of bij de verkooppunten. Een hele fijne kerst alvast!